Jernas Ramartarsin, ruim een week na de verkiezingen. Zonder zijn opgerakelde uitspraken over de relatie tussen volkeren en hun IQ. en zijn bijzondere kijk op de effecten van homo-rechten op de samenleving. was hij sinds deze week gemeenteraadslid geweest. Drie weken voor de verkiezingen trad hij terug als kandidaat. Nu kan hij dus alleen nog maar toekijken vanaf de kant. Heb je niet enorm spijt als je dit nu ziet? Al die mensen die zijn beëdigd? Weet je, ik heb er al eigenlijk wel afstand van genomen al. Mentaal. Zo snel? Wow, ik bedoel, het was niet meteen in één dag of zo. Dat ga ik zeker niet zeggen. Ik bedoel, uh, ja, je ziet het, uh, je, je denkt dat ik had het kunnen zijn. En weet je, je kan het, want het zo mooi kunnen voorstellen hoe iets had kunnen zijn. Dit plan uh, lag er al een tijd. Uh, mijn ambitie is er altijd geweest. Uh, ja dit, alles leek gewoon te kloppen in principe het was ook een goede vibe in de campagne met Annabel. en uh, nou ja. ja in principe was het prima geweest ja het was niet niks je was de nummer twee ja ja en nu is... zit er iemand anders ja geluk voor hem tijdens de campagne wordt er een interview van Brandpunt Plus met Ramar Tarsing uit 2016 opnieuw onder de loep gelegd hij legt hierin een gesprek over discriminatie op de arbeidsmarkt uit dat er volgens hem een link is tussen Volkeren en hun IQ. Twee weken lang heeft iedereen het erover. Femke Halsema confronteert Forum- partijleider Thierry Baudet tijdens een debat zelfs met deze uitspraken. Als je dat gezegd hebt, ja, wat, wat moet ik daarvan vinden? Nou, Jij je, je zei net dat je dat een. <truimert> Maar zeg maar, de wetenschappelijke discussie of zwarten dommer zijn, laten we even in het midden. Is dat jouw opvatting daarover? Wat moet ik ervan vinden? Op 2 maart openbaren twee kranten hoe Ramar Tarsing in een besloten discussie-appgroep zich opmerkelijk uitlaat over tal van onderwerpen. Eén springt eruit. Hij claimt dat homo's een hoger IQ hebben, maar dat de samenleving daar niet van kan profiteren door homorechten. Homo's zouden zich hierdoor namelijk minder of niet voortplanten. Dan zou dat betekenen dat we als samenleving een paar IQ-punten inleveren. Het was verder geen waardeoordeel. Uh, het was ook helemaal niet een, een betoog tegen homorechten. En uh, ja, daar zijn mensen enorm boos over geworden. Maar als je nu afvraagt waarom. Jij moet ook lachen. Dus, nou, maar waarom jij, jij lacht ook. Jij lacht ja, maar er nu maar ook het is op. bijna hilarisch dat dit tegenwoordig kritiek oplevert. Wat ik bedoel? als ik echt iets hatelijks had gezegd, dan zou ik nog wel begrip kunnen hebben ervoor. Of... Maar het is gewoon niet zo. Een dag later wordt bekendgemaakt dat Rama Tarsing afstand doet van zijn plek op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. Moest je weg? Nee, ik moest niet weg. Maar ik zag in dat, dat dit. Ja, ik, denk, ik dacht dat het te zwaar zou worden voor de campagne. Dat dacht ik. Dus het is echt jouw eigen keuze geweest? Ja, dus je bent niet mijn... onder druk gezet door Nanninga ja, of Baudet? Nee, maar kijk, ik bedoel, zoals, ik, Ze zeggen, sommigen zijn ook van Jezus als, als, hier. Uh, als ik in de krant had gestaan zoals jij in de krant stond, had ik het ook niet gedaan. Had ik, had ik ook misschien uh, weggegaan, weet je? Maar dat was het niet hoor. Het was niet dat ik, uh, doordat ik de kritiek in de kranten te veel was. Dat ik dacht, ik wilde er niet mee doorgaan. Het was echt omdat het niet om de inhoud ging en omdat het niet over de partij ging. Ja. Dat ik gewoon dacht, van ja, weet je, dit is al de tweede keer. En ze zullen vast weer een oude tweet van mij vinden waar ik. Uh, een keer die zo voor Obama heeft gezegd drie jaar geleden en dan vervolgens moet Baudet dat weer verdedigen. Thierry Baudet uh, zegt nog steeds geregeld dingen waar mensen hun wenkbrauwen van ophalen. Theo Hiddema heeft soortgelijke dingen gezegd over bevolkingsgroepen en IQ ja. in de Kamer. Annabel die heeft een heel breed scala aan oude tweets die je als racistisch zou kunnen bestempelen. Maar jij bent de enige die opstapt. Ja, niet dat ik vind dat, dat geen van hun misschien iets heeft gezegd wat erger is dan wat ik heb gezegd. Want nogmaals, ik vind het niet erg wat ik heb gezegd. Dat is het niet. Alleen er wordt zo hysterisch op gereageerd... En uh, dat zal iets met deze campagne te maken hebben. Ik weet zeker dat Halsema en Pechtold ja. dit heel goed hebben doorgesproken hoe ze dit hebben gedaan, want onlanger volgt een dag na Halsema met precies diezelfde bewering dat het hindoestaanse wordt steeds eruitgelegd om die spanningen. Hè? Jij denkt echt heeft, dat bewust een plan heet, een, is? Ja, ik, uh, denk, ik denk absoluut. Want Halsema komt niet met zo'n quote, met zo'n hindoestaanse frame. Daar is echt over nagedacht door door mensen die dachten, hoe kunnen we hem als racist neerzetten? En dat oh, is dan oh shit, jou... hij is Surinaams. En dat Weet is dan, dan volgens maak, jou echt een plan geweest... Maak er geen echt... doestaan van hem. Dat is volgens jou dan echt een plan geweest om, om voor hem echt te pakken tijdens de verkiezingen? Nou ja, dit was zo georchestreerd. Al de media die het naplaten, niemand die me correct citeerde. Iedereen die dat frame overnam, hij heeft gezegd dat donkere mensen dom zijn. Iedereen nam dat gewoon aan als de waarheid, want Halsema heeft het gezegd. Had je je als aspirant-politicus dan toch niet... Iets anders op moet stellen dan als uh, columnist uh, slash student, wat je altijd uh, ja, kijk, tot dat, nu toe dat, bent geweest? Het eerste interview was van anderhalf jaar geleden, dus dat was inderdaad vol vorm überhaupt. Maar bestond. daarna die, ook die WhatsApp-groep. Okay, die ja, dat vind ik een, een terechte punt. Uh, ja, ik vind dat verder kritiek. Als jij wil zeggen, aspirantpolitici mogen niet in WhatsApp-groepen, want. Dat zou kunnen dat de zin van je uit context wordt gebruikt. Oké, okay, maar het maakt wel het leven wat minder leuk. Strategisch dus gezien was het niet verstandig. Als je terug kon gaan, had je ja. dat misschien niet gedaan meer in die appgroep? Oh ja, zeker. Dat, dat wil ik meteen toegeven. Ja, als ik had geweten wat de gevolgen dit had, dan had ik nooit in die appgroep gezeten. Dat... Wat is jouw rol nu bij Forum? Ben je nog onderdeel van de partij? Ik ben lid van de partij. Uh, maar ik, op dit moment heb ik geen functie. Uh, ik zat in het jongerenbestuur, maar dat zou ik sowieso al beëindigen. Is er nog een kans dat je ooit weer die gooi doet? Naar in de politiek? Die kans is er zeker, ik ben pas dertig. Dus ik zou raar zijn om nu te zeggen dat, het, uh, dat, ik, dat, dat ik dat niet zou kunnen. Is dat dan weer bij Forum? We gaan uh, zien wat de toekomst brengt. Ik bedoel, op dit moment ben ik lid van Forum en is er geen uh, andere partij die nu in de Kamer zit waarbij ik denk: daar zou ik bij passen. Maar uh, ja, je weet niet wat er in de toekomst uh, gebeurt. En, uh, dus is dat überhaupt een optie om weer met Forum, uh, staat Forum daar nou ja, ook positief ik denk, tegenover? Uh, kijk, laten we het nu gewoon even uh, rustig doen. <laughs> ik bedoel, het lijkt me nu niet heel slim, maar ja, ik bedoel, wie weet. Hè? Ik bedoel, ik ben een lid van Forum, dus uh, het zou, wat mij betreft, mogelijk kunnen. Maar het is niet dat ik daar nu voor ga, per se, of dat dat mij nu mijn doel is, hoor.